Er is in Nederland een enorme groei geweest van het aantal zelfstandige ondernemers. Dat is op zich mooi, heeft allerlei positieve kanten. Maar het heeft niet geleid tot een enorme toename van de innovatiekracht. Sterker nog, eigenlijk helemaal geen toename van de innovatiekracht. Dat is grotendeels te herleiden tot een enorme groei van het aantal zelfstandigen, die weliswaar ondernemer zijn geworden, maar niet per definitie aan de slag zijn gegaan om te innoveren. Ondernemerschap in Nederland, ja, er is iets wonderbaarlijks mee gebeurd. In de jaren 80 en 90 liepen we ver achter ten opzichte van vergelijkbare landen. Maar in eind jaren 90, begin 2000, hebben we een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Om even wat cijfers te geven, in de jaren 80 waren er ongeveer 30.000 nieuwe bedrijven per jaar. Nu zijn het er 120.000, vier keer zoveel. Aantal zelfstandigen is heeft een vergelijkbare groei doorgemaakt. Ongeveer 700.000 eind jaren 80, nu 1,2 miljoen. Ook met internationaal vergelijkbare data. We meten bijvoorbeeld het aantal ondernemende mensen als percentage van de volwassen bevolking. Dat was begin 2000 ongeveer ruim 3%. Nu 10%. Dus er is echt iets gebeurd. Je zou wel kunnen spreken van een ondernemerschapswonder wat dat er gaat. Op zich mooi. Heel veel beleid heeft dat ook mogelijk gemaakt. Ook wat structurele veranderingen in de economie die daar dat hebben aangejaagd. Maar het achterliggende idee, vooral van het beleid, was dat als we dat ondernemerschap zouden stimuleren, dat er dan meer innovatie ook in Nederland zou komen en uiteindelijk ook meer welvaart. Nou, dat zien we eigenlijk niet. Die innovatie is eigenlijk op zijn best gestagneerd, op zijn slechts misschien zelfs wat achteruit gegaan. En dan vraag je je af, hoe komt dat? Nou, als je dan nog eens wat beter naar de cijfers kijkt en van wat er in die cijfers zit, is bijvoorbeeld die groei in de laatste 10 jaar van het aantal zelfstandigen. Zijn dat niet zelfstandigen die werkgever zijn geworden, maar vooral zelfstandigen zonder personeel. Dus werknemers die ondernemer zijn geworden. Vaak ook nog hetzelfde werk zijn blijven doen. En zeker niet de ambitie hebben om grootse dingen en vernieuwend bezig te zijn. Sterker nog, het was vaak meer om een hoger inkomen over te houden aan het einde van het jaar. Bijvoorbeeld omdat de fiscale regelingen dat mogelijk maakten. En voor de werkgever was het ook nog eens aantrekkelijk, want die kon op die manier flexibele arbeid inschakelen en de reguliere arbeidsbescherming omzeilen. Maar het leidde dus niet tot meer innovatie. Nou ja, en dat was wel de achterliggende idee en dat is ook waar we het moeten hebben voor het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Nou, dan kun je volgens afvragen van wat is daar nou misgegaan en hoe kunnen we dat economisch systeem wat we in Nederland hebben. Je kan zeggen het voordeel is dat we in ieder geval wel meer ondernemerschap is gewoner geworden. De drempel tot ondernemerschap is verlaagd. Er is meer concurrentie gekomen. We kunnen het in ieder geval niet meer in Nederland kartelparadijs noemen. Mensen zijn ook soms gelukkig geworden omdat ze meer autonomie hebben gekregen in het ondernemerschap. Maar ze zijn vaak niet rijker geworden, in ieder geval niet in geld, en hebben ook niet grootschalige vernieuwing gerealiseerd. Nou ja, mijn argumenten zijn dat we eigenlijk het economische systeem wat we hebben omgevormd van een economisch systeem wat vooral grote bedrijven en werknemerschap stimuleren naar een economisch systeem wat steeds meer zelfstandig ondernemerschap en voor jezelf werken heeft gestimuleerd, eigenlijk moeten kantelen meer naar ondernemerschap dat echt een verschil maakt, grootschalige vernieuwingen realiseert met ondernemers die echt willen groeien, grote innovatie willen realiseren. En daar hebben ze ook goede arbeidskrachten voor nodig die uit de bestaande bedrijven moeten kunnen komen. Die zelfstandigen dat die zich gaan organiseren in nieuwe collectieven en dan gezamenlijk toch die grootschalige innovaties realiseren. Dat betekent wel, dat gebeurt overigens wel op kleine schaal, maar nog niet groot genoeg om echt een verschil te maken in Nederland. En een hele grote vergeten groep, ondernemende werknemers. Als je in je bestaande organisatie genoeg ruimte krijgt en gestimuleerd wordt om vernieuwing te realiseren, kan dat in bestaande organisaties vaak veel beter en sneller dan als één pitter. En dat zijn we een beetje vergeten in Nederland. We hebben recent daar internationaal onderzoek naar gedaan. In Nederland is ongeveer 6% van de volwassen bevolking ondernemende werknemer. Dat is op zich best een aardig hoog getal. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Scandinavische landen, die zitten gauw richting de 10%. En op dat gebied zou dat eigenlijk onze benchmark moeten zijn. En blijkbaar kunnen we daar ook nog een slag maken. En zeker ook om onze vernieuwingskracht te verhogen.